Goedendag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Weerplaza. De eerste week van november zit er alweer bijna op en we hebben toch wel met herfsachtig weer te maken. In het begin van de week nog wel zonnige periode, zeker in het midden van het land. Maar nu is dat toch echt wel anders. Die mist heeft ons land veroverd en daarmee kunnen we wel dit soort plaatjes zien. Zeker wel mooi in combinatie met die gekleurde bladeren op de grond. Maar in de lucht is er toch wel echt dat grijze weerbeeld wat overheerst. En ook de komende dagen denk ik toch wel dat grote delen van Nederland met dat grijze weerbeeld te maken blijven houden. Ik heb even het satellietbeeld erbij gepakt van heel Europa. Daar zien we Nederland hier zo liggen onder dat pakket bewolking. En dat strekt zich eigenlijk duizenden kilometers uit, helemaal tot in het oosten van Europa. En voor zonnige perioden moet je toch echt wel verder weg gaan zoeken. Onder andere in delen van Scandinavië of het zuiden van Frankrijk. Maar bij ons is wel echt die bewolking. Toch zien we wel een paar groene puntjes en dat zijn de bergen. Onder andere Winterberg, maar ook in de Ardennen, daar is de zon wel aan het schijnen. En dat komt doordat die bewolking eigenlijk heel erg dicht bij de gronden zit. Die is ook niet zo heel erg dik. Dus die bergen die steken daar als het ware bovenuit. Dus als je toch op zoek bent naar die zon, dan kan je daar even naartoe gaan. Nou, in Nederland dus toch wel die bewolking. En daar blijven we dus ook mee te maken houden. Een hoge drukgebied. Bevindt zich boven onze omgeving, boven het noorden van Duitsland. Met bij ons een zwakke zuidoostelijke aanvoer, waarbij dus ook vrij koude lucht wordt aangevoerd. Ook veel bewolking. Het zuidoosten heeft mogelijk nog wel met enkele opklaringen te maken, waardoor het daar komende nacht wel flink kan gaan afkoelen. Maar elders is het temperatuurverloop heel erg vlak, vaak temperaturen rond 5 à 6 graden. De komende dagen verandert daar dus weinig in. De stroming gaat wel ietsje kantelen richting het zuidwesten, waardoor zeker op zaterdag misschien ook af en toe wat motregen kan gaan vallen. En in de loop van zaterdag her en der een enkele opklaring, maar die bewolking blijft ons weerbeeld toch echt wel bepalen. Dan naar het weerbeeld van vanmiddag, van de donderdag. Toch wel vrij lage temperaturen. De maxima hebben we eigenlijk al gehaald, vanochtend vroeg. Met een oostelijke stroming wordt eigenlijk vrij koude lucht aangevoerd, waardoor die maxima in het oosten uitkomen rond een graad of 5. In het midden en noordoosten een graad of 7, in het westen zo'n 9 graden. En tijdens zonnige momenten in het uiterste zuiden van Limburg, dan kan het nog een graad of 10 gaan worden. Dat is dus ook de enige plek waar waarschijnlijk die zon gaat doorbreken, en anders is het nevelig en soms zelfs een beetje mistig. En bij dat alles staat er dan een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Nou, vanavond is eigenlijk dan een kopie van dat weerbeeld. Die bewolking blijft de overhand houden in het midden en noorden van het land. En dat geldt ook voor het zuidwesten. In het zuidoosten, daar zijn meer opklaringen. En dan kan het dan toch ook wel wat sneller gaan afkoelen. Met ook de kans op vorming van mist. Vannacht mogelijk dan ook daar vorst aan de grond in het zuiden van Limburg. Elders ligt de temperatuur zo tussen 4 en 6 graden. Eigenlijk is het een heel vlak temperatuurverloop. Die temperatuur daalt maar nauwelijks ten opzichte van de middagtemperaturen van donderdag. En bij dat alles staat er dus nog steeds die zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen starten we dan op veel plaatsen opnieuw bewolkt. In de loop van de vrijdag mogelijk enkele opklaringen in het oosten van het land. Maar die zijn wel heel erg sporadisch. De maxima komen opnieuw toch wel vrij laag uit, zo tussen 7 en 9 graden. Daarmee is het toch wel verstandig om een lekkere dikke jas aan te doen als je erop uitgaat. De dagen daarna gaat de temperatuur wel langzaamaan ietsje omhoog. In het weekend zo'n 11 tot 13 graden op zondag. Maar dat bewolkte weerbeeld dat blijft toch wel aanwezig. Af en toe ook een spatje motregen. Vanaf de nieuwe week gaat het weerbeeld wel wat veranderen. Want de stroming gaat wat meer richting het noorden kantelen. Waarbij wat buien kunnen worden aangevoerd vanaf de Noordzee. De temperatuur blijft vrij gelijk aan het weekend. Maar af en toe kunnen we dan ook wel weer de zon gaan zien. Doordat er meer opklaringen voorkomen. Dus dat is wel positief nieuws voor de zonliefhebbers. Vanaf woensdag lijkt het allemaal wel wat droger te worden, maar dan gaat de temperatuur langzaamaan wel weer wat omlaag. Tot de volgende keer.